Hallo, ik sta hier midden in de tentoonstelling De Ontdekking van het Heden, die nu loopt in het Noord-Brabants Museum. En deze tentoonstelling is volledig opgebouwd uit het werk van een privécollector, wiens naam anoniem blijft. Nou, om te weten wat De Ontdekking van het Heden precies inhoudt, ga ik even spreken met conservator Charlotte. Ga je mee? Charlotte? Charlotte? Charlotte! Hey, hallo. Hey, proficiat. Ja, dankjewel. Met De Ontdekking van het Heden. Ja. Wat voor tentoonstelling is het eigenlijk? Ja, het is een tentoonstelling, een selectie uit een particuliere verzameling. Echt een fantastische collectie en daar hebben wij een mooie selectie uit mogen maken. Maar dus alles wat we hier zien komt van één verzameling? Ja, dat klopt. En waarom is het De Ontdekking van het Heden? Nou, eigenlijk maak je een tijdreis door de kunstgeschiedenis heen en uiteindelijk kom je uit in het nu. Dus je ziet hoe de kunst van nu eigenlijk niet mogelijk was geweest onder de baanbrekende modernisten. En als je zegt we beginnen in het verleden, vanaf waar begin je ongeveer? Het eerste werk is uit 1866 van Renoir. Okay. 1866 tot nu. En je zei het is een topcollectie. En wat voor namen moet ik dan denken? Ja, dat zijn echt fantastische namen zoals Picasso, Dalí, Klee, Miró, Dumas, Piet Mondriaan. Oh, wauw. Is dat die Mondriaan die ik daar zie al? Nou. Toch? Dit is een Mondriaan, hè? Oh, nee. Domela. Oei, oei. Het leek super op een Mondriaan. Klopt, ja. Ja, het is namelijk een werk uit de stijl, dus waar ook Piet Mondriaan bij hoorde. Is het een copycat? Nou, wat die Mondriaan na heeft gedaan? Nee, ze werkten vooral samen en je herkent inderdaad wel typisch die beeldtaal van de stijl. Maar wat Domela deed, wat Mondriaan juist niet deed, was het gebruik van diagonale lijnen. Kijk, vandaar. De diagonale versie. Niet omdat je zei dat er een Mondriaan ja, ook in... aan deze kant. dit is een Mondriaan? Dit is een werk van Piet Mondriaan. En grappig. Piet Mondriaan maakte natuurlijk een ontwikkeling door naar zijn herkenbare beeldtaal, wat dus op dat werk Want hij heeft ook nog stillevens ooit gemaakt, hè? Ja, klopt. Ja, hij begon als stilleven en landschapsschilder en maakte dus een ontwikkeling door naar meer abstracte kunst. Wat en eigenlijk is dit ja, een soort belangrijk moment in die ontwikkeling uit 1914. Hij gaat dan ook naar Parijs en hij komt dan steeds meer richting abstractie. En je ziet dus al wel die typische verticale en horizontale lijnen die op een bordje? Op een bordje, een ja. Een bordje waarin hij even op heeft geschilderd, gezocht ja. heeft naar zijn stijl. Klopt, ja. Dus een heel bijzonder werk. Ja, dat zou wel zijn. Dit zou je nooit denken dat dit een Mondriaan nee, is, Nee, klopt. Nee. Dus echt wel een verrassing wat dat betreft. Oké, okay, wat wil je mij nog laten zien? Nou, laten we deze kant op gaan. Waar gaan we naartoe? En hier komen we dan in de jaren hoeveel? Jaren 50 en 60. Dit is okay. De zero-ruimte. De zero-ruimte? Ja. Ik vind het altijd zo grappig als men zero... Wil je nog een keer uitleggen wat zero precies is? Ja, dat is een groep kunstenaars die eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog totale vernieuwing willen. Terug naar niks, naar nul, naar zero. En vanaf daar hele vernieuwende kunst gaan maken. Zoals Schoonhoven. Zoals bijvoorbeeld Schoonhoven. Onze postbode. Ja, onze postbode. Ja, ik vind dat een heel bijzonder verhaal. Hij werkte als ambtenaar bij de PTT in zijn dagelijks leven. Maar daarnaast leidde hij ook een kunstenaar bestaan waar hij dit soort modernistische werken maakt. Super structuralistisch. En weet je wat het mooie is? In het begin kon hij niet betalen kunstenaar zijn. Na een tijd kon hij het wel betalen, maar zegt hij ik hou van de structuur van de post. Ja, hij wou ambtenaar blijven. Hij wilde wel ambtenaar blijven, klopt. Ja, en zijn voorliefde voor structuur zie je ook wel goed terug in het werk. Heel gestructureerd, echt een soort grid wat hij hier maakt. Ja, hij moet eigenlijk eens zeggen, geen kleur, geen afbeelding, gewoon de structuur zelf. Ja, klopt. En dit kennen we heel erg, dat is nu super populair. En dan zie ik daar tegenover, en daar keek ik daar juist en stond er ook Schoonhoven. Ja, dat is een heel ander werk eigenlijk dan wat we voornamelijk van Schoonhoven gewend zijn. En dat laat ook wel goed, denk ik, de diversiteit van de collectie zien. Ja, fascinerend. Ik heb nog nooit zo'n Schoonhoven gezien als daar. En wat zijn die rode werken? Ja, dat werk is een werk van Armando. De kunstenaar is van Zero, die gebruikt ongewone materialen en monogramie. Dus dat het werk uit één kleur bestaat. En dat zie je in dat werk ook goed terug. Hij gebruikt metalen platen en een egaal rode kleur. Ja, en hun idee eigenlijk van die Zero was, de kunst is eigenlijk verrot en verwend geworden. Ja. We moeten eigenlijk terug naar de essentie, materiaal, vorm en uitdrukking. Ja, klopt. Ja. En licht en schaduw zijn ook belangrijke elementen daarvan, die ook echt onderdeel worden van het werk. En dat zie je bij Schoonhoven ook goed terug, dat door dat raster wat hij hier maakt, ontstaat een mooi schaduwpatroon, wat eigenlijk dus ook weer onderdeel is van het werk. Weet je, dit is kunst waarvan mijn vader vroeger zei, dat kan mijn zoon van 5 ook. Ik was die zoon van 5, ten eerste kon ik het niet, en ten tweede, die zoon van 5 bedenkt het niet. Het gaat over de gedachten. Precies, ja, klopt. Ja, je moet er maar op komen. Dat sowieso. Oké, we gaan dan naar het nu. Die kant op. We gaan naar het nu. Ja,
Nou, dan komen we nu aan in het nu, in het heden. Oh ja, ik voel gelijk, we zijn in het nu. Maar dit is Daniels, die ken ik. Ja, dit is toch van jullie? Dit is jullie eigen werk? Ja, die is uit onze eigen collectie. En hier hebben we ook een van onze tours besproken, deze. Dat klopt. En deze is dan vanuit de privécollectie? Ja, ja, dus die twee horen ook echt bij elkaar. Het is een tweeluik, dus het zijn twee delen van een geheel. En ze zijn dus heel lang gescheiden geweest, maar nu eindelijk weer samen. Het is gewoon liefde. Ze komen eigenlijk wel. Eindelijk weer samen. Ja. Maar laat ons even eerlijk, want je zegt we zijn in het nu, maar het is jaren 80. Officieel begint het nu in 1960, vanaf 1960. Het nu begint in 1960. En dus dan begint de hedendaagse kunst. Fantastisch. En wat vind je zo mooi aan Daniels? Ja, ik vind het heel leuk hoe hij op een hele speelse manier omgaat met een abstract werk. Je herkent aan de ene kant een soort tentoonstellingsruimtes. Dat zijn ramen of misschien ook wel schilderijen die aan de muur hangen. Maar tegelijkertijd kun je er ook een soort vlinderdasje in zien. Als je wil. Met een beetje fantasie. Ik vind het mooi dat er hier staat, memoires van een vergetel. Het is eigenlijk, hij is naar de kunst geweest en hij is het vergeten. Ja, 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 een hele beetje filosofisch. De structuur en de ruimte bleef meer bij dan eigenlijk de werken. Ja, klopt. Mooi. Maar heb je ook iets van heden, laten we zeggen voorbij 2000? Absoluut, dan gaan we nog even deze kant op. Ja, ik volg jou. Het nu begint in de jaren 60. Schitterend. Nou, kom Lucas, gaan we kijken bij dit werk. Oké. Het is een werk van Gijs van Lid. En het is wel leuk, tussen al die internationale topstukken zitten ook gewoon echte goede Brabanders. Want dit werk is van 2015? Ja, 2015. Dus het is het meest recente werk in de hele tentoonstelling. Het is al bijna nu. Ja, klopt. Ja, ja. En wat is er zo bijzonder aan, los van het feit dat het er heel cool uitziet? Nou, wat bij Gijs van Lid zo bijzonder is, is dat bij hem het maakproces centraal staat. Eigenlijk is dat bijna nog belangrijker dan het eindresultaat. Wat hij doet is, hij maakt allemaal lage verf, maar krapt en schuurt die vervolgens ook weer weg. En hij werkt daarbij ook soms in het canvas, dus er ontstaan ook gewoon echt gaten in het Oh ja, hier, kijk, gaten. Ja, ja. Het heeft iets, want je ziet er eigenlijk heel veel in. Het heeft bijna iets van graffiti meets van die rotstekeningen die ze in de prehistorie hebben. Ja, klopt. Ja, ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. Nou, super. Zeg, en leg mij nu een keer uit hoe het in elkaar zit. Want een privéverzamelaar heeft dan topwerken en zegt dan tegen jullie als museum, je mag er een paar uitkiezen om op te hangen. Of hoe werkt dat? Ja, nou, we werken dus al een tijd samen met deze verzamelaar. En we zijn nu in overeenstemming, hebben we bereikt dat de hele collectie op termijn naar ons museum toe komt. En in de tussentijd mogen we het als doorlopend bruikleen gebruiken. Dus we kunnen daar in de toekomst nog meer tentoonstellingen mee maken. Fantastisch. Ik ga nog eventjes rondlopen, want ik wil een paar namen en een paar werken zien. Super, bedankt voor deze rondleiding. En als u natuurlijk zelf wil komen kijken, dan kan dat. Noord-Brabants Museum, tickets en huppakee. Tot later, slot. Dag. Houdoe. Kijk, James Ensor, Paul Delvaux, Magritte, gewoon drie grote Vlamingen op een rijtje. Heerlijk. Een Koch. Een echte Man Ray. Nou, echte topstukken, hè. Salvador Dali, natuurlijk. Maar daarnaast de Nederlandse enige surrealist, Joop Moesman. Hier zijn we natuurlijk al geweest, die hebben we wel veel gezien, hè. Spiaard. Ook een Vlaams toptalent. Man, het echt smaak. Als ik zie hoeveel Vlaamse toptalenten hier zitten. Moet eens kijken. Dit is een echte Olafur Eliasson. En de lichtkunstenaar. Met een voor hem, voor zijn doen, best wel abstracte installatie. Brabantse trots. Hè? J.C. van der Heijden. Heeft het Brabants Museum sowieso in de vaste collectie. Maar er is nu nog bij. En dan hier. Ook weer atypisch, een Gerard Richter. Richter van de hele grote werken. Heel klein, veel abstracter dan normaal. Ik zou zeggen, kom het zelf een keer kijken. Want het is een soort snoepjesdoos. Er zitten allemaal pareltjes die je kunt ontdekken. En dan zie ik u graag een volgende keer weer. Salutjes.